Yo guys, Clash hier, we hebben een nieuwe video en vandaag spelen we terug Train Fever. En de vorige keer waren we hier gebleven bij onze eerste trein. Dat was trouwens een FPS erop door de dingen die we moeten betalen. En we staan in de schulden. Good job Wouter, good job. En we hebben al één iemand die op de bus aan het wachten, als ik op de trein aan het wachten is. En er is nog iemand bijgelopen en die is weggegaan. Ah. Oké, niet heel raar. En er beginnen echt al heel veel mensen te komen, zoals je ziet. En dat is echt heel nice, maar ze moeten snel zijn, want de trein is er bijna. En ik sta heel dik in de schilden. Oké, wacht. Stop die even. Ik ga eerst wachten tot alle mensen er zijn en dan ga ik de trein laten wegrijden. Dus komen er nog veel of niet? Ze gaan toch niet op deze perron staan? Komen er nog mensen of niet? Er komen er nog heel veel. En ik weet dat ik ondertussen moet betalen, maar normaal gezien haal die winst wel terug. Ja, die mensen die er nog niet zijn, ja, die hebben pech. Oké. Dus ons trein zit voor de helft vol en die hebben helaas de trein gemist, maar wat wij gaan doen... Wij gaan er nog wat geld bij lenen. Dus onze trein is weg, zoals je ziet. Met 21 man. En zoals ik al zei, wij gaan nog wat bijlenen. Want anders kunnen we niks doen en... Ach, dat is saai. Ik heb trouwens iets te veel bijgeleend. Maar ik dacht, ja, anders kunnen we niks doen, zoals ik net al zei. En dat is stom. En er staat nu al terug 12 man op te wachten. Staat er ook effectief wat mensen te wachten hier of niet? Oh, er staat ook al 11 man. Dus onze eerste trein gaat al gelijk. Goed. Dat is nice. En ik heb eens naar de vorige episode gezien. De vorige episode deed helaas niet zo goed. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik ga het nu trouwens niet te snel laten voortgaan. En ik ga vandaag uitleggen hoe je goed vervoer kunt maken in de stad. Dus passagierstransport. Dus je moet eerst kijken naar landgebruik. En dan zie je zeg maar alle kleurtjes. En alle kleurtjes zijn andere dingen, ziet je hier rechtsonder. En het beste is dat je je trein langs, als ik je tram of bus, langs zoveel mogelijk verschillende kleurtjes laat rijden. Dus wat mijn plan is om een tram te maken die helemaal zo gaat. En een bus maken die helemaal zo rond gaat. Dus dat is mijn plan voor Vinkhakken of zoiets, I don't know. Hoe het uitspreekt, maakt niet zoveel uit. Dus ik ga al gelijk dan maar mijn straatje upgraden. Trambaan, ja. Ik wil wel een brede trambaan, zoals je ziet. Voilà. Oké. Okay. Is dat een heel brede straat? Dat weet ik. Zo. Oké. Okay. En heb ik ook nog graag dat die door een woonwijk zou willen gaan. Dus hier is dan de woonwijk dat hij doorgaat. En dan moeten we hier een tramdepotje gaan maken. Waar zijn die tramdepots? Ah, hier. Hey. Dag trampot. Ah, fuck. Oké. Okay. Dan moet ik nog een beetje straat gaan upgraden. Wacht, dan los ik het even anders op. Dan is het maar zo. Dat kan ook. Dat ziet er ook nog sava uit. Wacht, misschien is het wel beter eigenlijk als ik het zo doe. Ja, en dan hier zeg maar. Want dit is zeg maar de hoofdstraatje, you know? Oké. Okay. Want dit is de hoofdstraat hier. En dan ga ik deze misschien ook een brede straat maken. En dan zijn de hoofdstraten breed. En ja, dat is cool. Dus ik moet ergens natuurlijk ook iets maken waar mijn trammen kunnen uitkomen. En dat is de tramremise. Ik ga ook kijken hoe dat met mijn treintje gaat. Oei, mijn treintje gaat niet zo goed. Hij had wel 169k verdiend. Je moet ook rekenen dat hij heel veel onderhoud had, nodig had. Ja. Ik plaats dat altijd wel redelijk graag tegen het station. Maar nu gaat dat jammer genoeg niet. Het zou mooi zijn als hij hier... Ah, oké, nee. Het zou mooi geweest zijn, maar het gaat niet. Nou, dan is de enige goede ding, denk ik, dan hier.
zo, maar dan moet ze dit wel even gaan verbinden. Dus dan moet ze even een tram gaan kopen, eigenlijk maar een paardentram. Doe maar twee trammetjes. Een route toewijzen, een nieuwe route. Natuurlijk een zwart kleurtje. Ook al is zwart geen kleur, maar dat maakt niet uit. Ik moet natuurlijk ook wel haltes plaatsen, dat zou handig zijn. Dus hier. Dus, trouwens, ik vind het een mooi dorpje, dat wil ik ook even zeggen. Ah, is dat niet dezelfde halte, Nusse? Ah, een keer. Zo. Plaats er één over, ja. Oké. Die ziet al als een aparte halte, dat is dan, ja, niet mijn probleem. Oké. Zo. Dan heb je hier zo wat het commerciële. En dan hier zo wat meer de ontspanning. En dan hebben we een mooie tram gemaakt door ons stadje. Dus dan gaan we dit zo doen. Vinkaga, uitwisseling. Zo. Zo. Door de brede straat. Nog een brede straat. En door ons groot depot, het Vinkaga zijspoor. Ik hoop dat deze een mooie en een grote stad wordt. Dat zou echt cool zijn. Echt waar. Ik ben nu de route verder aan het maken. Wauw, dat is gewoon over elkaar. Maar, oh, kijk hoe mooi. De tram gaat hier trouwens wel redelijk snel gaan, denk ik. Want dat is een best grote afdaling. Misschien daarom dat hij gebeukt is en dat hij het als twee halten ziet. Oh, waarom staat tijd stil? Godverdomme. Route toewijzen. Ik ga ze zeg maar wel op de juiste moment laten vertrekken. Want anders... Oh, godverdomme. Komt jij eens terug? Oké. Ja, die moet ik even terug hebben. Want als ik die tegelijkertijd laat gaan... Dan hebben we een probleem. Want... Dan gaan ze recht achter elkaar. En het is altijd beter dat je er eentje zo hebt die zo gaat en eentje die zo gaat. Onze trein komt trouwens aan. Met 11 personen. Kijk, hè. Nu moeten we normaal zien dat er winst is. Gaat iets wat sneller. Oké, laat daar alsjeblieft de winst zijn. Ja, hier moet er sowieso winst zijn. Hè. Hola. Ah. Winst, thank you. Nou, waar gaan ze? Ah, niemand wil deze gebruiken. Ja, dat is kut. Misschien moeten ze nog, I don't know. Kijk, hier ziet je onze tram al gaan. En er zitten al 4 mensen in. Oké, dus die tram gaat vrij goed. Zoals ik al zei, kan de FPS af en toe wel redelijk laag zijn. En vanaf dat deze tram daar is, dan gaan we die ander laten vertrekken. Maar die trein is net weg en er staan er al terug 12. Daar staan er al 22. Oh shit. Dus onze eerste trein gaat echt wel heel goed. En hopelijk dat die dan ook wel... Die moet het dan eigenlijk wel doen voor ons. Plus de eerste andere tram mag ook weg. Voilà. Go, go, go. Ik moet wel zeggen dat ik medelijden heb met dat paard. Maar dat maakt niet uit. Dus ja, wat nu mijn plan is, is een... tram hier gaan bouwen, als we hier nog geld voor hebben. Ik hoop dat we hier nog geld voor hebben. Oké, geef me even wat geld. Geef het. Ach, kijk hoe mooi. Oh la la. Kijk, ze komen hier echt allemaal wandelend aan. Maar die twee steden zijn echt al heel diep bij elkaar. Dus we kunnen misschien nog een treintje... Wat we kunnen doen, we kunnen deze trein tot daar verlengen. Of we kunnen een andere trein van Mala naar... Noemt het hier? Ja, naar... Wacht, naar Lanhatjen. Het station ligt wel ver buiten het stadje. Oeh, met 30. 182.000 winst, Allah. Het geeft ons echt nog eens veel geld. Dus ik kan wel sneller laten rijden, zodat wij veel geld kunnen gebruiken. Allee, you know, je snapt wel wat ik bedoel. Allee, dat wij er veel geld van krijgen. Dus dat gaat al als gesmeerd, die treinroute. Voilà.
straat was echt een heel brede straat. Maar ik vind dat mooi als dat zo, zeg maar, de hoofdstraat moet voorstellen. Hier moet ik wel zien waar... Ik ga eerst kijken, natuurlijk. Is mijn trein er al? Daar zijn de ontspanningsdingen, ja. Dus misschien kan ik hier een busje laten rijden of zo. En hier die tram dan in een rondje laten rijden. Dat lijkt me wel een goed plan. Zo. Ah, niet genoeg ruimte. Oké. Kan deze serieus geen... Ah. Dat meende niet. Kan hier geen tram over rijden? Wacht. Oh my... Waarom... Nee, nee. Ja, en nu heb ik een hoop geld weggegooid. Fuck je. Ja, dan had ik zo wel een tram rijden. Dan leiden we hem gewoon even om naar hier. Zo, dat is opgelost. Soort van. Zo. En dan plaatsen. Oh, een tijd, want ik heb geld nodig, ze. Zo. Laten we hier een tram rijden. En dan moeten we hier de straatweg. Ah ja, zeg maar, je snapt het. Wacht, ik heb wel eigenlijk dat. Zo, de brede straat moet wel afgemaakt worden. Dan wil ik hier ook wel een brede straat. Conflict. Oké, wacht, doe die brede straat daar maar weg. Voilà. Oh, dat is de verkeerde. Fuck je. Yeah. Ik zit echt geld weg te gooien. Dat is niet normaal. Oeh, er staat wel heel veel man te wachten voor de trein nu. Dus ik denk dat het beter is dat we binnenkort ervoor zorgen dat er meer man in ons trein kan. En kijk hoeveel winst dat we maken met die trein. Dat zie ik graag. Dus het gaat een redelijk kort trammetje worden. Nou, hier aan het bouwen zijn. En echt, zegt u, dat is echt... De tijd vliegt voorbij als ik Train Fever speel. Ik moet zeggen dat de stad wel een beetje raar is ingedeeld. Maar ja, niet ons probleem. Ja, hier is wel goed om een tram... Oh, fuck, al mijn bomen weg. Ik ga kijken of ik nieuwe boompjes kan plaatsen. Wauw, kan ik? Ja, ik kan nieuwe bomen plaatsen. Hier, ze. Ik had al bijna een uitbrander gekregen van Natuurpunt. Jesus Christ. Nu moet dat ding toch echt wel al veel winst gemaakt. Daar al meer. Maar dat is onze enigste geldbron, denk ik, at the moment. En de tram doet het ook goed, dat is ook goed om te zien. Dus dan ga ik hier ook een nieuwe tramroute maken, dat is de bedoeling, toch? En ik ga ook al gelijk zo'n ding plaatsen voor een bus de pot. Hier zo. Oké, mooi. Ah. Oh. Ja, ik moet zien dat deze keer mijn bomen niet weg zijn. Ja, mijn bomen zijn er nog. Oké. Misschien kan ik ook allemaal dingen rondplaatsen. Want dat ziet er ook niet zo mooi uit. Maar dat is voor een andere keer. Dat is voor het transport. Maar dan ga ik de volgende video doen. Nee, ik moet eerst... Ik ga eerst met een tram laten rijden. Want ik ben wel een trammenmens. Dat weten de meesten wel, denk ik. Oh ja. En als je dat niet weet, dan weet je het nu. Hoe noemt die stadje? Lang. Ik ga gewoon route toewijzen, nieuwe tramroute. Tramroute 1 Lang. Oké. Voilà. Oh, stationje toevoegen. Zo. We gaan dat naar hier laten rijden. Zo. Zo. Schoon. Misschien dat ik hier later nog terug een dunne straat van ga maken, dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel. Maar dat is voor een andere keer of zo. Ah ja, ik moet hem nog wel laten terugrijden. Dat is wel een goed plan misschien. Zo. Route toewijzen, tramroute 1. Voilà. Oeh, nu wil het precies wel. Nu is de trein hier niet meer. Daar is de trein heel populair, hè? Ja, check dat. Hier staat er 41 man. Kijk, hier staat er gewoon helemaal niks. En komen er ook mensen of niet?
Ja, ze zijn allemaal aan het weggaan. Maar er komen er ook wel. Ja, oké, er komen er. Dat is wel iets. Ik hoop dat die tram het een beetje goed gaat. En als, ja, als die het niet goed doet, dan ga ik deze straat terug gelijk mooi upgraden, zeg maar. En dan ga ik hier een busje laten rijden. En dat ga ik nu denk ik wel doen. Ik weet ook niet waarom ik investeer in deze stad, maar you know. Maar ik denk dat een mens altijd wel meer geneigd is om een tram te pakken eigenlijk. Denk ik. Oké. Dus hier. Dus wacht, rechts. Zo. Oh, wat was dat? Oh, ik sta aan de schilden. Oei. Ja, dat is dan even wachten. Ah, er staat hier iemand al voor een tram. Hoeveel? Ik kan er niet op klikken. Hallo. Ik kan er niet op klikken. Jeez. Staat het al open ofzo? Ah, oké. Er staan zelfs al twee mensen te wachten. En hier staat er ook al één te wachten. Oké, dat komt in orde. Ja. Zie je mijn trein al bijna aangekomen of niet? Ah, mijn 5 passagiers. Dat gaat niet goed komen, denk ik. Ik hoop dat tramtje mij een beetje winst kan geven. En heb jij backup nodig of niet? Nee, die overleeft dat wel. Ik denk niet dat we nog een tram moeten plaatsen. Normaal gezien moet dat wel goed komen. Kijk, en hier beginnen ze ook allemaal te bouwen. En dat is echt super goed. Ja, dat komt goed. Dit stadje komt goed. Dit is iets anders. Alhoewel, hier staan toch ook al redelijk veel mensen te wachten. Ah, nu ga ik hem wel laten vertrekken langs een andere kant. Lang. Voilà. Go, go, go. Ja, kijk, heel veel mensen gaan zo. Dus het is beter dat we hier een bus gaan plaatsen. Alleen, dat gaat niet als ik in de schilden sta. Dus ik ben zo terug als ik niet meer in de schilden sta. En ineens staan er ook echt wel heel veel mensen te wachten hier in Lang. Ik noem de stad gewoon Lang, want dat kan ik niet lezen. Lang Gitan of zo, I don't know. Voilà. Oké, we gaan kijken naar ons geld. Ah. Oh. Dat is al gelijk een stuk beter, maar ik sta altijd in de schulden. Dus dat betekent dat we een beetje bij moeten lenen. Voilà, dat is genoeg. Eigenlijk is het een beetje shit, maar jongen, dat maakt niet zoveel uit. De video moet nog leuk blijven natuurlijk. Alleen de mannetjes verdwijnen altijd als ik ergens een bus stopzet. Voilà, oké. Oh, en hier staan er heel veel mensen. Oh, er staan heel veel mensen te wachten. 22 mensen. Oké, de tram doet het iets beter dan ik dacht. Ja, gaat hem maar helpen. Hè. Voilà. Dus ik heb even een nieuwe tram erin gegooid. En dan ga ik ondertussen een nieuwe busroute. Zwart kleurtje. Dat is de eerste bus. En die mag rijden vanaf hier naar daar, naar hier. Dan gaat hem daar weg, zo. Oké. Oké. Gaat u maar. Oké, ik vind echt heel... Ah, nee, staan ze hier allemaal. Nou, waarschijnlijk hier die bus komt, ja. Ik heb nog een tram erin gegooid. Maar als het nodig is, dan doe je dat ook maar gewoon. Want ja, die zit propvol. Ze staan hier te wachten en ze staan daar te wachten. Ja, kom aan, er staan er keiveel te wachten op die tram. Op die, ik wou stomme tram zeggen, maar trammen zijn niet stom. Hey, dat was iets goed die tram zo laten rijden. En dat is goed dat die brug daar niet aan kon. Wacht, ik zie ineens een opportunity. Zou ik dat kunnen doen? Ja, dat terrein wordt, ja. Nou, laat ik maar gewoon. Hier zie ik wel een bus. Ja, hier is onze bus. Allee, wat je een bus noemt natuurlijk. Is hij aan het terugkomen of niet? Ah. Hij kan het maar net aan, maar ja, dat is meer dan genoeg net. Dus wat ik nu ga doen... Ik ga hier ook een busje plaatsen. En hier zijn ze echt al heel goed aan het bouwen. Ik zie alleen niet waar...
Ja, daar vind ik al een goede plek. Oké. Eentje om te testen dat het wel werkt. En een nieuwe route. Busroute 1 van Roentees Ving. Just. Busroute 1 Ving. Precies een Chinees stadje of zo. Maar het is ver van het Chinees. Dus, wacht, hoe wou ik dat ding laten rijden? Ik weet het wel, ik kon niet meer zo. Ja, ik denk het beste is als ze het zo laten rijden en dan hier zo een cirkel laten maken. Zo. Dan moeten we... Dus hier een cirkel. Recht in het wonengebied. Voilà. En dan kan die deze haltes gebruiken. En dan klaar is Kees, hè. Dus wat jij, wat wij gaan doen is, wacht even. Busroute 1, ah, die maakt wel geen winst. Dat is niet de bedoeling. En alle andere dingen maken wel winst. Ja, die is niet echt winst, want die heeft nog niks kunnen doen. Ik ga trouwens treinroute 1 veranderen en ik ga gewoon in die naam zeggen naar welke steden dat die gaan. Dat is het gemakkelijkst. Station toevoegen. Zo. Oh, oh, oh jij, yeah, er is iets nieuw. Ah, er is een nieuwe bus. Hey. Dat is dan voor een andere keer, want ik heb al een paardenkoets hier. Voilà. Zo. Oké. Okay. Et voilà. Route toewijzen. En dat is busroute 1. Oké. Okay. Met die tram verdienen wij ook genoeg geld. Kijk, hoeveel mensen wachten er op die stomme tram, jong. De tram is niet stom, ik mag dat niet zeggen. Jesus Christ. Ja, er wachten echt veel te veel mensen. Hoezo kunt jij niet vol zitten? What the fuck? Ik ga echt nog een tram moeten kopen, hè. Voilà. Als dat zomaar blijft voorgaan, ja, dan gaat dat niet anders, hè. Het is echt wel heel cool om zoveel tram te zien rijden. Hier staan er ook zoveel mensen. Maar die hebben geluk. Ja, dat komt mooi uit, want... Oh, what the fuck? Net zaten er nog drie in. Ja, die is aan de onderweg de rijden uitgesprongen of zo. I don't know. Ah, die bus zit dan ook al vol hoor. Oké. Okay. Wat ik wel kan instellen, denk ik, is voertuigvervanging. Ja. Wacht. Ik moet een voertuig selecteren. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En bij welk heb ik dat ingesteld? Kijk, deze busroute begint hier ook op gang te komen en hebben we echt wel al twee steden mooi in gang laten schieten. Als ik het zo kan zeggen. En wat ik dan misschien kan doen om de stad wat groter te maken. Dus, oh, dan, ik moet er hier een trambaan hebben. Voilà. En net zoals... In de andere stad zo wat straat aan beginnen bouwen. Zo, oh, nee. Oké, okay. En hopelijk gaan ze daar dan aan beginnen bouwen. Een beetje uitbreiden, zo, voilà. Oké. Okay. Oh, dan hebben we... Oh, er staan er echt zoveel mensen te wachten. Dat is echt niet normaal. En die willen allemaal op die tram, hè. Oké. Okay. Hier staat er ineens niemand meer te wachten. Ah, er wollen ook een paar mensen wel die bus hebben, maar die staan, ja, die staan hier. Om zo, ja. Oké. Okay. Want hier zijn veel woonwijken. Hier wonen er ook wel een paar mensen, maar niet zoveel als hier natuurlijk. Dan is het denk ik wel een mooi punt om deze episode af te sluiten van Train Fever. Oké, okay, dus alles gaat wel lekker. Ja, de bus wil
De bus begint ook wel op gang te schieten. Maar dat is echt overdreven hoeveel mensen dat er wachten op die bus, op die tram. Oké, voilà, die kunnen dan achter elkaar gaan en ja, want ze hebben hier een probleem. En er zijn ook wel een paar die busroute precies zou willen nemen. Die zullen maar hier moeten werken ofzo. Maar dan ga ik de video afsluiten. Met een mooie zicht van de tram natuurlijk. En ik zou een tram willen hebben die redelijk dicht bij een bij een drukke halte zit. De volgende keer zal ik ook nog een bus toevoegen, want dat is ook nodig. Ik doe dat even nu wel. En dan ga ik gelijk een nieuwe bus doen. Oké. Mooi. Ik heb ooit eens gehad dat die bus bij mij op mijn andere wereld... Wacht ze. Dat deze bus nog reed in... reed in 1950. En moet rekenen dat die bus is uitgekomen in 1855. Dus dat is wel een beetje overdreven. En misschien de vierde episode ga ik het treinnet een beetje uitbreiden. Die willen allemaal op die een tram, hè? Dat is niet normaal. Kom jong, nog een tram erbij. Want 3 is precies wel te weinig. Oké, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat deze video een beetje leuk was. Dus vond je ze leuk, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer Train Fever. En ik zeg, ciao.